actie. Ik deed alleen maar zo. Ja. Voor complimenten aan mij mee kunnen nemen. Thomas Buitink, de apotheose van het seizoen, staat voor de deur. De climax, finale play-offs tegen FC Utrecht. Dat zijn natuurlijk de wedstrijden. Hoeveel energie heb jij nog over? Ja, natuurlijk. Na het lang seizoen wordt het steeds moeilijker als team. En ook als persoonlijk, want ja, je gaat op energie gewoon op achteruit. Dat is toch logisch, denk ik. Maar ja, voor zo'n play-offs finale kan je denk ik wel weer opladen. En kun je wel weer alles geven. Dus ja, ik denk dat het voor ons geen moeite kost om ons weer op te laden voor twee belangrijke wedstrijden. Hoe doe jij dat? Nou, vooral rusten. Vooral als ik thuis kom, gewoon lekker op bed, lekker liggen. Gewoon rusten. En ja, natuurlijk in deze fase van het seizoen moet je extra rusten. Want ja, het is toch lastig als je, zoals nu, gewoon 4 wedstrijden speelt in 11 dagen of zo. Dus ja, dan is het moeilijk en dan moet je gewoon goed rusten en goed eten. Dus zo doe ik dat. Ja, zo werkt dat dus echt. Je komt thuis, je gaat in bed liggen, je doet echt niet al te veel. Je laat heel veel dingen, dat moeten topsporters sowieso, hè. Wordt misschien wel eens onderschat. Ja, zeker. Nee, zeker. Ja, je bent gewoon na een training zoals ik. Ik ben dan na een training helemaal back-off. En dan als ik thuis kom heb ik echt wel een inkakker. En voor mij, ik ben nog jong, dus ik denk dat het voor de anderen ook zo is. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk te rusten en op te laden voor de volgende training of wedstrijd. Hoe is het met je lies? Ja, gaat bij Vlagen beter dan vorige week. Dus, hij is een beetje overbelast, dus ik mag niet te veel doen. Dus moet ik me opladen voor de wedstrijden en daarom zie je hem ook niet zo vaak op de training. Dus dat gaat steeds beter en ik kan me nog goed opladen voor 2 wedstrijden. Vanochtend was je er even wel, maar het zijn allemaal korte trainingen. Het stelt op dit moment natuurlijk niks meer voor. Het is herstellen. Ja, zeker. Nee. Ja, als je zoveel wedstrijden speelt, dan is het beste gewoon even lekker een gevoel krijgen en een rondootje doen. En warming-upje en dan lekker naar binnen en dan voorbereiden op morgen en dinsdag. Half uurtje gespeeld tegen FC Groningen. Jullie zijn door. FC Utrecht nu 2 keer de tegenstander. Je droomt natuurlijk van belangrijk zijn. Ja, zeker. Nee, dat is altijd zo elke wedstrijd. En vooral in deze play-offs finale. Want eigenlijk werk je daar een heel seizoen daar werk je een heel seizoen voor om in de play-offs finale te komen. En als het dan nu de tijd is, moet je ook alles geven. En dan kan je niet achteraf terugkijken van ik heb er niet alles aan gedaan. Dus ik hoop weer heel erg belangrijk te zijn voor het team. Als je wint, betekent dat voorronde Europa League. Dat wordt dan in de zomer al gespeeld, hè, waar nog niet zoveel belangstelling voor is. Veel mensen zijn nog op vakantie. Is het voor jullie een echte prijs? Voelt dat zo? Ja, voor mij persoonlijk wel. Want ik vind een play-offs winnen met Vitesse vind ik gewoon mooi. Want dus, dat strijd je een heel jaar voor eigenlijk. En als je dan voorronde Europa League, die willen wij dan ook winnen. Dus dan zijn we pas tevreden eigenlijk. Dus eerst moeten wij de play-offs winnen. En voorronde Europa League willen wij dan ook winnen. Heel graag. Maar we moeten eerst nog naar onze play-offs wedstrijden kijken. En dan zien we wel verder.